De bal is in het spel en we kunnen rustig gaan zitten voor anderhalf uur voetbal. En hier zien we de beginopstelling van de thuisploeg. Deze ploeg speelt met een 4-3-3 systeem. Wat verwacht jij daarvan? Nou, ik verwacht er wel wat van, Evert. Want als we kijken naar de buitenspelers, dat zijn dan echt goede spelers. En ja, het is zeer aantrekkelijk om, om die buitenspelers aan het werk te zien. Ze moeten snel in de 1 tegen 1 gezet worden en dan kunnen ze hun actie maken. En dat zal dan zorgen voor aantrekkelijk voetbal. Ja, hij gaat richting doel van de tegenstander. Eens kijken wat hij nu gaat bedenken. De bal ligt voor het oprapen, maar wie is daar als eerste bij? Nou, dat was te voorbarig. De aanval is alweer afgeslagen met de tegenstanders nu in balbezit. Zomaar het balbezit weggegeven. Het lijkt wel amateurvoetbal. Conti. Ja, hij heeft de bal te pakken. Voorzet is onschadelijk gemaakt. Nou, dat kan gevaarlijk worden. Gaat hij schieten? Balbezit heroverd, maar helaas van korte duur, want is hem alweer kwijt. De paas lijkt. Komt dat schot? Die gaat uit, het is een inworp. Destro, de keeper heeft hem. Ze mogen een hoekschop nemen. Hij kopt hem. De keeper redt op fenomenale wijze. Eens kijken of dit het begin van de counter is. Alejandro Gomez. De tackle was goed, maar levert geen balbezit op helaas. Ze spelen de bal rustig naar elkaar over en zoeken naar de ruimte. De aanval leek gevaarlijk, maar ze zijn de bal alweer kwijt. Maakt zich wellicht al op voor een schot. Een juweeltje dit schot. Oh! Hij is duidelijk niet tevreden over dat schot. Sliep die Taïda. Dit zal wel eens een kans kunnen worden. Ze zijn geduldig op zoek naar de vrije man. Kom daar de voorsprong aan? Je zou haast denken van wel. Hij speelt graag op het randje van buitenspel. Maar dan moet je timing wel goed zijn natuurlijk. Sliti Taïda. Mogelijk een goede kans hier. Goeie ingreep, maar is de bal alweer kwijt. Die pikt hem op. Maar de tegenstander heeft de bal alweer teruggepakt en dus loopt deze aanval op niets uit. Sliept die Taïda. Nou, hij gaat schieten of probeert hij toch nog dichterbij te komen? Hij is hem kwijt, de bal rolt vrolijk verder. En de achterhoede maakt een einde aan die aanval. We krijgen een corner. Toch nog een gele kaart. Het duurde even, maar hij vond het blijkbaar toch een zware overtreding. Bal is over de lijn ingooi. Hij neemt hem. De keeper heeft hem. Absoluut goed gekozen. Een verdediger pikt die voorzet op. Sliep die Taïda. Die bal zijn ze kwijt. Balbezit voor de tegenpartij dus. We krijgen een vrije trap.
Hij maakt een overtreding met die sliding. De scheidsrechter heeft het gezien. Sliding, overtreding. Met zijn hoofd notabene. Via de verdediger gaat de bal over de achterlijn. Hoekschop dus. Daar is de poging. Bijna had hij de voorsprong op zijn schoen. Sliep die Taïda. Dat is uitstekend voetbal. Ze laten de bal het werk doen. En zo houden ze het tempo er lekker in. Gaat Destro. En met dat doelpunt komen ze op voorsprong. Ik had niet gedacht dat deze ploeg de wedstrijd zo overtuigend naar zich toe zou trekken. Dus ze geven de tegenstander geen schijn van kans. Precies, ze blijven maar aanvallen en creëren veel meer kansen. Ja, en nu wordt dat goede spel gewoon beloond. Alejandro Gomez. Gaat hij het nu doen? Alejandro Gomez. Hij had een gelijkmaker op zijn schoen, maar het gaat mis. Ja, dat is ongelooflijk. Dat is een goede kans. Castaldello. Destro. Ja, hij gaat richting doel van de tegenstander. Eens kijken wat hij nu gaat bedenken. Alejandro Gomez. En die komt op de ladder, gaat het veld weer in. Hij is dicht bij de goal, maakt hij het af? De bal vertrekt van de schoen. Nee, geen doelpunten, dus ook niet de gelijkmaker. Die bal had er ingemoeten. Die bal geven ze toch wel heel makkelijk weg, zeg. Maakt zich wellicht al op voor een schot. Schot gelost. De bal gaat... uit via de paal. Hij heeft verzorging nodig, want hij heeft flinke pijn. Een dubieuze tackle, maar de scheidsrechter geeft voordeel. Daar had hij echt een open kans. Alleen de keeper nog voor zich. Alejandro Gomez. Dat had de gelijkmaker toch moeten zijn? Ja, dat was een grote kans. Eventjes gewacht, maar hij fluit toch voor die overtreding en hij trekt een kaart. Ja, gele kaart. En nu moet die speler toch gaan oppassen. Sliep die Taïda. Ze nemen de tijd om een gaatje in de verdediging te zoeken. Nou, ik had toch meer verwacht van die aanval. Ze zijn de bal kwijt. Conti. Hij neemt de bal mee richting het doel. Gaat hij voor eigen succes? En die voorzet is voor de verdediger.
Sleepy Taida. Goeie ingreep, maar is de bal al weer kwijt. Wie pikt hem op? Kom maar, 4 minuten extra tijd. Hij komt nu op een afstand dat hij kan gaan schieten. Laat ik zou maar uithalen. Goal in de bovenhoek. Wat een prachtig uitgespeeld doelpunt. Ja, ze zijn duidelijk een klasse beter dan de tegenstander. Het doelpunt nu vanuit een andere hoek. Alejandro Gomez. Rustige opbouw, ze zoeken een gat in de verdediging. Daar komt de aansluitingstreffer aan, denk ik. Wie gaat de hoekschop nemen? De eerste helft is gespeeld, stand is 2-0. En eens kijken wat de tweede helft ons zal gaan brengen. Deze speler verdient lof voor zijn spel in de eerste helft, Jori. Ja, hij speelt zeker niet slecht en zijn inspanningen werden beloond met een treffer en een verdiende voorsprong dus. En de tweede helft is begonnen. Hij had iets moois in gedachten met het paasje. Alejandro Gomez. Uitstekend. De aanval bloeddood en de tegenstander mag een doeltrap nemen. Ik zie Alejandro Gomez graag spelen. Maar vandaag gaat er veel mis. Hij lijkt het niet te hebben. Nee, van een aanvaller mag je verwachten dat hij de doelman op de proef stelt. Maar daar slaagt hij nauwelijks in. Ja, dat is een overwinning ver weg. Destro. Marcello. Dat ziet er kansrijk uit. Gaat hij voor een schot? Dat is een... Komt dat schot? Ja, ja, de keeper strekt zich helemaal uit en plukt daar de bal weg. Over de flank gepaast. Destro. Daar is het schot. En die hand. Die bal past er precies in. Een geplaatst doelpunt, kun je wel zeggen. En hij maakt zijn tweede. Hij is niet te houden vandaag. Laten we dat doelpunt nog eens bekijken. We kunnen de winnaar van deze wedstrijd nu al aanwijzen, uiteraard. Marcello. Ze krijgen een vrije schop.
De scheidsrechter fluit voor een penalty. Destro. Oh, dit kan een kans worden. Fraai gedaan daar. En daar is de dreiging, maar heel goed ingegrepen. Kijk eens. Een beauty. Laag en buiten het bereik van de keeper. Keurig gedaan hoor. De voorsprong is verder uitgebouwd. Het verschil wordt nu wel erg groot. Ja, ik denk dat de wedstrijd nu wel gespeeld is. Maar ja, je weet het nooit. De goal vanuit een andere hoek. Dit potje wordt wel erg eentonig zo. Net op tijd onderschept. Ze spelen de bal rustig naar elkaar over en zoeken naar de ruimte. De aanval leek gevaarlijk. Maar ze zijn de bal alweer kwijt. Hij komt nu op een afstand dat hij kan gaan schieten. Laten we eens kijken wat hij gaat doen. Het zag er veelbelovend uit, maar deze aanval wordt afgeslagen. Destro. Een grote mogelijkheid hoor. Wat een doelpunt. Zijn derde goal en dus een hattrick. De verdedigers weten zich geen raad met hem. En ook die bal gaat erin. Dat is al zijn derde goal van vandaag. Petje af. Het is toch heerlijk om drie keer te scoren even. Het doelpunt nu vanuit een andere hoek. Een evenwichtige wedstrijd zal het niet worden. Rafael Toloi. Alejandro Gomez. Mogelijk een goede kans hier. Ze zetten met één druk en hebben de bal weer veroverd. Verdediging in actie. Nu moeten ze counteren. Hij kan de bal voor het doel gooien en dat doet hij ook. Daar is het schot. Nou, dat was toch een grote kans. Dat ziet hij zelf ook wel in. Sliep die Taider. Maakt zich wellicht al op voor een schot. Komt hij. We hebben nog 20 minuten van de reguliere speeltijd over. Alberto Paloschi. Breed gespeeld in de hoop dat de achterhoede gaten laat vallen. Destro. Hij neemt de bal mee richting het doel. Gaat hij voor eigen succes?
Goeie ingreep, maar is de bal alweer kwijt. Die pikt hem op. En nu moeten ze counteren. Maar kunnen ze dat ook? Die gaat uit, het is een inworp. We gaan een nieuwe speler krijgen. Wat een geweldige wedstrijd van deze speler. De trainer zal niets te klagen hebben en dat is een goede reden voor een publiekswissel. We hebben nog net iets meer dan een kwartier aan reguliere speeltijd over. Verdi. Nee, het idee van de paas was goed, maar er zit iemand tussen. Dat ziet er kansrijk uit. Gaat hij voor een schot? Heel knap gedaan, dat paasje. Nu schieten! Het is het doelpunt. Pas een paar minuten in het veld en dan scoren. Ja, daar droom je als invaller van. Gauw wissel hoor van de trainer. Laten we dat doelpunt nog eens bekijken. Deze twee teams zijn duidelijk niet van hetzelfde kaliber. Rafael Toloi. Alejandro Gomez. Oh, dit kan een kans worden. Wat een actie. Slechte voorzet zeg. Makkelijk onderschept door de achterhoede. Wat gaat hij ervan maken? Die voorzet belandt bij een verdediger en betekent dus einde aanval. Hij komt nu op een afstand dat hij kan gaan schieten. Laten we eens kijken wat hij gaat doen. Een schot. De doelman doet dat heel goed. Dit zou wel eens een kans kunnen worden. Die bal gaat het strafschopgebied in. Krijgen we een doelpunt? Er zat niet meer in die aanval. Doeltrap. Uitstekend gekiept, dan moet je die reactie zien. Als een pijl uit een boog. Zie daar maar eens langs komen. De wedstrijd nadert zijn einde en ik kan rustig zeggen dat er één ploeg vanaf het begin de baas was.
4 minuten extra tijd maar liefst. Nou, hij gaat schieten of probeert hij toch nog dichterbij te komen? Wordt dit wat? Het schot wordt geblokt voordat de bal het doel kan bereiken. Maar de tegenstander heeft de bal alweer teruggepakt en dus loopt deze aanval op niets uit. Goede aanval, maar de bal is nog net niet bij hem. Verdi loopt tegen die verdediger op. Alberto Paloschi. Daar had hij echt een open kans. Alleen de keeper nog voor zich. De scheidsrechter fluit af. Einde wedstrijd 6-0. Nou, echt spannend kon je deze wedstrijd ook niet noemen. Ze zijn geen moment in gevaar geweest. Nee, het leek allemaal wel vanzelf te gaan vandaag. Hij speelde vandaag de sterren van de hemel. Wat een optreden. Nou, hij maakte wel echt het verschil. Ja, en dat wordt beloond met de wedstrijdbal. Dat is uitstekend.